daar zo gefascineerd zijn. Dus wel zo'n pagina die fascinatie met ruimte maakt. Experten aan allerlei ambitie op. Ja, dat kan je ook nadenken. Je moet heel veel weten. Of je bent een lijstje met de 10 restaurants die ik lekker vond waar ik geweest ben. Daarmee ben ik nog geen expert, maar ik vond het wel lekker. Ja. Maar dat terzijde. Martijn Arts, welkom. Hacking the Brain is een evenement wat deze dagen, komende dagen in Amsterdam plaatsvindt. Begint vrijdag? Ja, vrijdag aanstaande 23 mei tot 25 mei zondag. En dan het begrip hacken, dat kennen we een beetje. Ja. Maar hacking the Brain, daar heb ik nog niet van gehoord. Wat is dat? Nou ja, in principe hetzelfde. Kijk, wat je met hacken doet is dat je technologie gebruikt, technische systemen gebruikt op een andere manier dan waarvoor het bedoeld was. Of op een andere manier probeert te doorbreken of erin te kijken of op een andere manier gebruiken. En datzelfde kun je met technologie ook doen als je technologie op je brein zet. Dus neem zo'n badmuts, zo'n EEG, zo'n elektroencefalograaf. Als je zo'n badmuts opzet, dan kun je opeens elektrische signaaltjes meten vanuit je brein. En dan kun je dus dingen eruit halen en misschien wel dingen ermee doen waarvoor het niet bedoeld was. Waarom is dit voor jou een fascinerend onderwerp? Waarom moet dit? Waarom moet dit? Nou, ik ben sowieso gefascineerd door ontwikkeling van technologie. En niet zozeer de dichtbije toekomst, zeg maar. De proximal future, zoals het net genoemd werd. Maar meer de verre toekomst. Eigenlijk wat ik merk is dat de EEG'tjes, die badmutsen, die worden al tientallen jaren gebruikt in de wetenschap. En dit doen ze allerlei onderzoek mee. Vaak naar hoe ze het leven van gehandicapte mensen beter kunnen maken. Wat heel goed is en heel nobel. Maar die apparaten waren heel duur en dus voor een heel select publiek. En die komen inmiddels gewoon op de markt voor minder dan $100. En dan kun je er opeens van alles mee. Dan kun je daar hetzelfde mee meten als met die traditionele? Die traditionele hebben vaak meer dan 20 meetpunten. En dat is iets anders dan een soort diadeempje wat je op hebt. De Muse bijvoorbeeld, die is net uit. En daar kan je een soort diadeempje en dan heb je maar een paar plekken. Dus je kan er minder mee meten. Maar de sensoren worden wel weer beter. Oftewel, je kunt op iedere sensor weer meer meten. En wat je dan merkt is dat opeens zijn die apparaten voor iedereen beschikbaar. En dan komen er opeens bedrijven die daar kansen in zien. Of hackers die daar kansen in zien. Dan gebeuren er opeens nieuwe of andere dingen die je nooit had kunnen voorzien. En op die manier ernaar kijken, leek mij leuk om te kijken, wat kun je er dan voor nieuwe dingen mee? Ja, wat gaan we daar dan zien? Maak dat eens concreet. Want je zegt hacking the brain. Er gaan daar drie dagen gaan, ik meen iets van 40 mensen bij elkaar zitten. En die hebben allemaal zo'n ding op hun kop. Ja. En dan? Ja, we hebben een stuk of, ik geloof, 15 testsets. Dus dat is van emotive tot echt professionele badmutsen, zeg ik het maar even. Dat iedere club, en er zijn 7 of 8 teams, die krijgen allemaal 1 of 2 van die testsets. En dan gaan ze ideeën bedenken en bouwen. En dan gaan ze proberen, bijvoorbeeld, er is een team die wilde een drone besturen met je hersenen. Er is een team en die wilde een soort, dat je gezamenlijk een soort keychain en daar dus het password alleen maar gezamenlijk in rust kon openen, zodanig dat dat goed beveiligd was. Dus dan kan je, en dat kan je nooit hacken, want als je gestrest bent, dan herkent hij dat, zeg maar. Dus dat was ook een team. Er was een team wat wilde een spelletje maken. Er is zelfs al ooit een keer een spel geweest. En dat was dat je heel erg zen, heel erg rustig moest zijn. En dan ging er een wagentje in het midden van de tafel, ging naar de persoon. Die zat tegenover elkaar, 2 badmutsen. En dat wagentje ging naar de persoon die het meest zen, meest rustig was. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want je bent een wedstrijd aan het doen. Dus, dat karretje komt naar je toe en dan word je natuurlijk drukker. Maar je moet heel erg zen gaan worden. Dus dat soort spelletjes. Nou, je kan daar. Er zijn allerlei teams, allerlei opdrachten. Ze zijn al een beetje aan het voorbereiden. Dus ze hebben al wat plannen. En we hopen aan het einde dat er gewoon werkende systemen zijn. Dus dat iemand letterlijk met. En dan gaat het dus om het gebruiken van elektriciteit uit je brein om dingen te besturen, dingen eruit te halen. Ik las ook dat je ook weer dingen het brein in wil stoppen. Klopt. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Klopt. Nou, uiteindelijk, er zijn praktische experimenten al geweest waarbij mensen bijvoorbeeld met een beroerte, daar is een deel van de hersenen is beschadigd. En dat deel, hersenen zijn in een zekere zin ook net een spier. Die moet je ook trainen. En als je traint, dan gaat het sneller revalideren. Nou, hoe kan je nou hersenen trainen? Nou, bijvoorbeeld door een balletje op een scherm heen en weer te laten bewegen. Dat is een eenvoudige beweging. Stel je voor dat je dat doet met een bepaald gebied in je hoofd te activeren.
die moet recupereren. Nou, zo letterlijk gaat het niet. Maar dan kun je dus je revalidatieproces van een beroerte versnellen. Dat is in ieder geval de theorie. En ze hebben in ieder geval experimenten gedaan waarbij dat blijkt. Daar zou je nu dingen mee kunnen doen doordat je het kunt meten. Klopt. Dus dat je bepaalde onderdelen van de hersenen door bepaalde activiteiten kunt stimuleren. Klopt. En aan de ene kant heb je natuurlijk het meten. En aan de andere kant heb je dat wat je teruggeeft. En het ene is meten en het andere is neurofeedback. En neurofeedback kun je zien. Bijvoorbeeld je beweegt een balletje op een scherm. Ja. Nou, dat zie je. Dat is ook neurofeedback in principe. Maar je kan ook neurofeedback met elektrische signalen. Stel je voor dat je denkt aan dat een robotarm naar links moet gaan. En dat een robotarm naar beneden enzovoort enzovoort. Ja, is dit nou gewoon qua jongens spielerij? Of is dit serieus? Het is serieus, maar het is ook qua jongens spielerij. Even, dat is het leuke. Want de wetenschap is hier nu al sinds mensenheugenis mee bezig om te proberen dat onder controle te krijgen. Klopt. Waarom zouden jullie... Ik beschouw jou even als voorman van die club die daar het weekend gaat zitten. Waarom zouden jullie dingen beter of sneller of anders kunnen dan de wetenschap? Ik denk niet dat we het beter of sneller kunnen. Ik denk wel dat wij andere dingen bedenken, omdat we andere mensen zijn. Uiteindelijk wetenschap, en dat was wel grappig ook weer een voorval. We zaten ideeën te bespreken. En het eerste wat de wetenschappers, het Donders Instituut in Nijmegen... Die doen mee, hè? Die doen mee en TNO doet mee. Ja. En je hebt Neurensics, wat ook vanuit met Victor Lamme ook een professor is. Dus het zijn echt wel serieuze mensen. Dat is ook onze validatie. Want ja, ik ben een kwajongen wat dat betreft. Ik denk gewoon, wat kan ik maken? En wat kan ik ermee? De eerste reactie die zij geven op ideeën is... nee, dat kan natuurlijk niet. En vervolgens zeg je, ja, maar in principe wat daar in dat experiment gebeurde... want daar heb ik over gelezen, dat is dit. Maar zou je dat daar niet zo kunnen gebruiken? Dan zeggen ze, oh ja, misschien zou dat wel kunnen. Dat is een ander idee, ander perspectief, andere invulling. En daar zijn zij dus ook juist weer geïnteresseerd in. Zij zijn geïnteresseerd sowieso in nieuwe studenten. Even een heel helder doel. Maar ze zijn ook gewoon geïnteresseerd. Die devices komen overal. Wat komt er dan uit? En wat gaat er dan gebeuren? En wat komen voor nieuwe ideeën uit? En zeg jij eigenlijk dat wij teams samenstellen... of dat hier mensen bij elkaar komen uit verschillende disciplines... krijg je andere toepassingen, andere ideeën? Ja, we zetten ze ook samen. Dus we zetten in principe developers of hackers... samen met wetenschappers en samen met creatieven. Ook een aantal filosofen. En die gaan dus ook kijken wat kan... Sommigen zijn heel creatief, anderen zijn heel oplossingsgericht. Hè. Heb je een te hoog aantal ingenieurs, dan krijg je heel oplossingsgerichte dingen. En als je veel wetenschappers hebt, die gaan dingen uitzoeken, kan iets. Ja, want jij zegt van, het is hacking the brain. Ik heb een paar maanden geleden een serie interviews gedaan met wetenschappers. En wat ik daar aan over heb gehouden, met name de wetenschappers die met de hersenen bezig zijn. Die zeggen, we weten eigenlijk nog bijna helemaal niks over die hersenen en de werkwijze van de hersenen. En dat is dan precies waar een kwajongensdroom ook een missie wordt. Of een soort van droom. Toen ik het idee bedacht en vrij snel ook naar Waag Society ging, want dat vond ik wel een logische partner. Ook al omdat de Waag, zeg maar, dat Theatrum Anatomicum, daar heeft Rembrandt ooit dat mooie beeld geschilderd van de anatomische les. Hè? Dus dat men voor het eerst in het lijf ging snijden. Dat iedereen zei, dat mag je niet doen, dat is godslastering. En laat dat wat erin zit, laat dat een geheim zijn. Maar ja, dat hebben ze toch gedaan. Zijn ze gaan ontdekken. En ja, biomechanisch weten we nu wel een beetje hoe het lijf in elkaar zit. Niet helemaal natuurlijk, maar je weet heel veel. En datzelfde doen we in principe nu weer met het brein. En heel veel mensen zeggen, moet je daar wel in kijken? Zou je daar wel in kijken? Wat zijn er allemaal voor problemen mee? Mijn overtuiging is dat het gewoon... de werkelijkheid is dat het gewoon gebeurt. Er komen enorm veel van die apparaatjes op de markt. En er komen zometeen ook games die je met die apparaatjes kan gaan besturen. En die worden ook via het internet gespeeld. Dus stel je voor dat onze kinderen met z'n 30.000 World of Warcraft zitten doen met een headset. En dat het spel, naarmate jij engheid voelt, nog even een stapje verder gaat om de thrill wat meer toe te voegen. Gewoon praktisch dingen, wordt daar aan gewerkt. Stel je voor dat dat doet. En dat je er dingen dan uit kan halen die je en passant ook andere dingen mee kan doen. En stel je voor dat er misschien wel dingen erin kan stoppen. Dat is best eng aan de ene kant. Maar dat is de negatieve kant. En de positieve kant is, ik geloof gewoon dat het die kant op gaat. En dan kun je er beter zo snel mogelijk al met goed bedoelende mensen op een positieve manier, zowel bewust als in discussie, dingen mee doen en maken. Ja, hoe ben jij... Zo'n science fiction man die denkt dat dit alsmaar verder doorgaat en dat er een dag komt dat
dat je op een RFID-achtige manier langs een scanner loopt en dat je je hersenen op dat moment even gebackupt worden in je home system. Weet je wel, geloof jij in dat soort verre toekomstbeelden? Ik probeer achter de mens, Martijn. Ja, nou ja, even. Wat het leuke is, maar dat maak ik A niet mee. Nee, maar geloof je erin? Maar ik geloof er wel in. En dat is, en ik vind dat, en wat het leuke is, van wat ik dan zie, is dat ik niet geloof, zoals bijvoorbeeld Kevin Kelly zegt, van joh, de technologie is een soort evolutionaire opvolger van de mens. Dus nou ja, even als dat wat verder is, dan hebben wij onze taak wel gehad. Beetje de Matrix-idee. In mijn verwoording overigens, ik zeg het waarschijnlijk verkeerd, maar ik denk juist dat de mens veel meer menselijk wordt. Hè, dus even, computers kunnen dingen die wij rationeel hebben bedacht. Computers zijn ook rationele dingen, zijn ook nog niet emotionele dingen, ook nog niet creatieve dingen. Er zullen nog domeinen zijn, en we zullen die ook steeds meer vinden, waar een mens heel goed in is. En dat zullen waarschijnlijk hele menselijke domeinen zijn. Dus stel je voor dat de computer, of het web, of de technologie, zometeen ons helpt om meer menselijk te zijn. En dat, joh, als dat aan het eind van mijn leven zo is, dan ben ik alleen maar blij mee. En dat is een beetje naïef positief. Maar met die insteek zit ik erin. Dan ben je een cultuuroptimist. Ja, ja, klopt. En dat, om dat te bereiken, want even optimisme en naïviteit is ook een goede basis voor nieuwe ontdekkingen. Zeker. En voor nieuwe ontdekkingen moet je gewoon dingen doen. En dingen doen is niet te veel nadenken en niet van tevoren allerlei bezwaren opleggen. Maar vooral kijken wat er kan. Dat vervolgens gewoon goed bespreken. En daarna kijken wat dat dan oplevert. Maar Michiel Berger vraagt over de bediening via het brain. Zijn er voorbeelden waarbij dat beter werkt dan de huidige methodes als knopjes, joysticks, etc.? Nog helemaal niet. Even, maar dan haal ik gelijk weer in herinnering. De eerste printer, de eerste matrixprinter. Dus waren er toen matrixprinters, toen die eerste er was, die beter en sneller werkten dan dat je met een pen een brief ging schrijven? Ja, nee. Kijk, dat was heel grofkorrelig, langzaam. Het was niet mooi. Het werkte niet echt. En dat is nu wat ook EEG ook nog is. Het is heel, heel grofkorrelig. En sterker nog, EEG is zeg maar dat elektrische. Dus dat kun je heel temporeel. Dus je kunt in de tijd goed meten wat er gebeurt op welke plek. Dus dan krijg je signaal uit. En MRI, dat is heel spatieel. Oftewel, daar kun je niet zoveel erg in de tijd meten. Maar wel precies welke neuron bijna. Ze kunnen geloof ik tot op 8 neurons nauwkeurig tegenwoordig meten. Iets dergelijks. Dus dat is nog steeds grofkorrelig. Dus je krijgt niet een letterlijk beeld van wat je hersenen doen. Zowel niet in de tijd als spatieel. Maar dat gaat alleen maar verder ontwikkelen, is mijn overtuiging. En dan kun je er wel wat mee. En stel je voor dat je dan een diadeempje op hebt. En stel je voor dat het dan kan helpen dat, noem maar wat, je hebt aanleg voor depressiviteit. En dat je aan de ene kant je gewicht kan meten, zoals net werd gezegd. Van joh, en wanneer ga ik de verkeerde kant op? Of wanneer slaap ik te weinig? Stel je voor dat je gewoon een appje hebt die gewoon kan zeggen, joh, je zou eens eventjes een filmpje moeten kijken. Of gewoon wat meer, om juist die depressiviteit die je toch onder je leden hebt te kunnen grijpen. Ja, hacking the brain komend weekend. Je hebt al twee dingen genoemd. Je haalt dingen, je gaat wat de hersenen doen eruit halen. Dus monitoren, niets mee doen. Je gaat kijken of je dingen terug kan stoppen. Ja. Het derde was dat je hersenen of breinen aan elkaar wil gaan koppelen. Klopt. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, ik noem het de multibrein. Toevallig was er natuurlijk pas geleden, en dat kwam heel fantastisch uit, want toen maakten we net onze hackathon bekend. Maar dat was het gretige brein van Tegenlicht. Ja. Dat was een heel mooie documentaire. Daar kwam ook ik noem het een multibrein in voor, namelijk twee apen. En de ene aap die die kon voedsel zoeken. En op het moment dat hij het vond, een soort doolhofje zeg ik dan maar even, dan werd hij beloond. Maar hij werd specifiek beloond als hij was met zijn hersen, met een elektrode verbonden aan een andere aap. En die andere aap, als die datzelfde voedsel vond, dan werd de eerste aap ook beloond. Wat gebeurde er toen? Want ze zaten niet naast elkaar, maar de ene zat in Brazilië en de andere in Japan. En wat gebeurde er? Wat ze merkte is dat op een gegeven moment die twee apen als een soort van één organisme gedragen. De ene ging wachten totdat de ander iets had gevonden, zodanig dat hij zich afstemde als het ware. Want hij kreeg namelijk een beloning als die andere deed. En dat is
Dan ben je opeens met z'n tweeën één. Dan voel je wat een ander voor een bepaalde reacties heeft. Nou, wat kan je dan met een multibrein? Geen idee nog, moet ik eerlijk zeggen hoor. Even in die documentaire zeggen ze iets over een brain net. En zeggen ze ook dat het onze tijd niet zal duren en dat het heel erg toekomst is. Daar zeggen andere mensen heel andere dingen over. Movarek heeft ooit, een oude man overigens, maar die heeft ooit gezegd dat mensen wel hun breinen gaan downloaden. En dat dan vervolgens je gedrag als het ware voort kan leven in het web. Maar wat gebeurt er dan als jouw brein zich mengt met een ander brein in het net? Nou, dat is heel futuristisch, heel praktisch, multibrein. Stel je voor dat je met een groep gaat dansen en dat je muziek aanpast op de groepsbeleving. Dan kan je misschien meer een groep gaan vormen. Wat ontgroening vaak doet, de enige reden waarom ontgroening is om een groepsgevoel te creëren. Nou, als we daar vanaf kunnen, dan... Kun je dan met badmutsen kan je dat dan doen. Ja. Dat is misschien ook een goede oplossing. Hé, hey, wat kan een filmpje van... Ja, je hebt er hier eentje klaarstaan. Ik ja, maar die staat ook bij Die staat ook daar. Ja, laten we nog eventjes beeldend... De OpenBCI. Dit is een demofilm, maar dat is wel wat de toekomst. Dus dit is inderdaad een soort Google Glass Extended. Dan heb je een hele iPhone op je hoofd. Is niet de OpenBCI. Nee, nee. Oh, dat is deze. En I'm Joel, and we're bringing you OpenBCI. Moeten we die anders nog even kijken? Ja, dat is goed. Even wachten. Goed, dit was niet OpenBCI. Dit was NeuroWare en dit was een conceptfilm om te kijken wat zou er kunnen gebeuren. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zou het zo niet als conceptfilm naar buiten brengen, want het wordt alleen maar terug in de tijd met zo'n enorm ding op je hoofd. Maar... wat het wel laat zien is dat je meer dingen... Eigenlijk sluit het heel erg goed op aan Quantified Self. Wat kun je nog meer allemaal meten eigenlijk? Je kunt dus ook emoties meten. Je kunt ook bepaalde gedragingen of hoe stressvol je bent meten. En daar weer bewust mee bezig zijn. Daarop anticiperen en beter leven maken. Maar eerlijk zeggen... Dit was een leuke toekomstvisie. Maar de OpenBCI is wat anders. Ja, en wat is dat even ter inleiding? Ja, dat is een project wat gefund is via Kickstarter. En dat is een groep mensen die het open wil maken. Dus BCI is open. En die waren natuurlijk ook weer voor de wetenschap, door de wetenschap, duur enzovoort. En zij hebben dat modulair gemaakt met ook software erbij, open source. Zodanig dat je eigenlijk module voor module die spullen kan kopen. Dus je kan beginnen met een simpele basismodule en wat sensoren. En op een gegeven moment denk je, nou, ik wil er wat mee proberen. Ik wil er Pong mee spelen. Op een gegeven moment denk je, nou, ik wil multiplayer Pong met een heleboel dingen doen. Daar heb ik meer sensoren nodig, heb meer stations, meer modules nodig. En die kan je er dan op connecten. En vervolgens kan je dat gewoon stapje voor weinig geld zo uitbreiden. Even een filmpje kijken? Ja. Hi Kickstarter, I'm Connor. And I'm Joel, and we're bringing you OpenBCI, an open source, low cost EEG system for makers. We want to lower the barrier of entry for brain-computer interfacing enthusiasts. When you support OpenBCI, you get a Bluetooth-enabled EEG system for makers. It's going to have an Arduino on board, and it's fully programmable. But it's not just about EEG. Your body outputs all kinds of electrical potentials that we can measure with OpenBCI. So we're also going to be providing a biopotential suite for sensing ECG and EMG. That's heartbeat and muscle movements. There's a lot of EEG platforms out there, but most of them are closed in some way or another. Either they do not allow you to put the electrodes where you want them to be, or the data is not accessible, and so it makes it very hard to do what you really want to do with the system. To get started, you need a computer. An OpenBCI board
some cables and electrodes, and a brain. First, download the OpenBCI code examples and libraries from our GitHub. Second, upload the Arduino code just like you would any other sketch. Third, launch the OpenBCI Brainwave Visualizer. It has been ported to a number of open source software platforms. Fourth, apply the electrodes to your head and connect your brain to your computer with OpenBCI. Then, see your brainwaves in real time. So here we have the OpenBCI Brainwave Visualizer. It's connected to Connor's head. And right now you can see some eye blinks going by in the time domain spectrum here on the right. And we have an FFT plot on the left. A map of the electrodes, you can see the numbers corresponding to the waves here on the right. The two in the front are receiving most of the eye blink artifact. Connor, grit your teeth a little bit. You can see that the EMG artifact is showing up here across almost all the channels. So a good way of doing a test here with the EEG signal, making sure we have got all the connections we need, is if Connor closes his eyes, which he's doing now, we should see a high frequency or high amplitude alpha wave, which is in the 10 hertz band, which is what we're seeing down here in the FFT plot. Maar goed, boeiend. Jij zegt eigenlijk dit, hè. Dit is weer, wat de technologie aan het doen is, is eigenlijk alles ongeveer aan het democratiseren. Daar is, is dit ook een voorbeeld van. Ja, en aankomend weekend zien wij dus heel veel van dat soort grafiekjes. En de vraag is niet, gaan wij mooiere grafiekjes maken? Nee, wat kun je er nou mee? Hè? Linksaf, rechtsaf denken. Geen idee hoe dat dan werkt, maar even. Er wordt bijvoorbeeld al gezegd van joh, met EEG kan je heel weinig meten, maar ze worden wel steeds nauwkeuriger. Dus kun je bepaalde stressniveaus meten en daarmee feedback geven. Kunnen we dat al in een weekend? We hebben zelfs een soort een enorm lichtkunstwerk waarbij je gewoon letterlijk kan laten zien in kleur welk gedeelte van jouw hersenen op dat moment heel hard aan het werk is. Nou, dan gaan we natuurlijk muziek aanzetten en bepaalde muziek en gaan we kijken of we daar weer wat van leren. Maar dat zijn allemaal, we gaan kijken hoe creatieven en technologen daar op een andere manier naar kijken. Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik heb nog één vraag, misschien jij ook nog wel een paar. Maar jij werkt bij Total Active Media, ja. een groot bureau. Ja. Jouw bedrijf is er ook aan verbonden. Ja. Waarom? Wat is de reden dat jullie dit doen? Ja, heel oorspronkelijk was het doel heel plat. Technologie wordt steeds belangrijker, ook in positionering en branding en designbureaus, dus creatieve bureaus. En technologie was technologen of goede techneuten, die zijn sowieso moeilijk te vinden. Om goede techneuten te vinden, moet je dus technologisch iets interessants doen. Heel simpel. Ooit dacht ik, wat kunnen wij nou doen? Want we doen volgens mij hele leuke dingen, ook technologisch. Maar hoe worden we meer aantrekkelijk? Dus ik wilde iets gaan doen wat technologisch aantrekkelijk. Daarna, dat had ik in mijn hoofd. Vervolgens was ik sowieso met technologie bezig om te kijken, waar zit nou de leuke ontwikkeling? En waar gaat het nou heen? En waar kunnen we wat mee? En toen kwam ik dus letterlijk op Hacking Brains. Over dat er steeds meer mee mogelijk is. En toen dat ook nog eens een keer samenviel met het woord hack the brain, of de drie woorden hack the brain, wat ook een soort meme, zoals het net wordt genoemd, dat vloept eruit en dat is er dan en dat creëert gewoon energie. En energie in een innovatieve manier, ja, weet je, dat is altijd goed. En daar verbind je gewoon op. Daar verbind je mensen op die ook weer leuke uitdagingen willen doen. En uiteindelijk indirect krijg je daar altijd ofwel goede medewerkers, ofwel geënthousiaste eigen medewerkers die er al zijn, ofwel nieuwe klanten die zeggen, hey, dat is interessant, je hebt een bepaalde visie, kun je dat ook met ons eens doornemen? En op deze manier zijn we bijvoorbeeld al bij KPMG weer langs geweest, wat misschien een rare zijsprong is, maar zij zijn ook bezig met innovatie, waar gaat het heen en hoe zou deze andere manier van kijken en ook naar het adopteren van nieuwe thema's die misschien helemaal niet bij je bedrijf horen. Ja. Okay. Dus dat. Ik snap hem. Super, hartstikke goed. Nou, waar kunnen we volgen of terugzien wat eruit is gekomen? Op www.hackthebrain.nl kun je van alles zien. Je kunt ook op hackathon.hackthebrain.nl alles van deze hackathon. We willen het volgend jaar weer doen.
Als je zou willen. Vrijdagavond zijn er nog kaartjes. Vrijdagavond zijn er nog kaartjes. Niet zoveel meer. Dat zijn een soort keynote sessies. Ja, dan komt Arnon Grunberg hebben we opgenomen. Kijk. En dan gaan we live met skypen. Want die doet ook van alles met de brain. Die is aan het schrijven met een EEG op. En daarna gaat hij waarschijnlijk echt meerdere honderden, misschien wel duizenden lezers proberen ook te kijken wat er in hun brein gebeurt bij het lezen. En kijken of hij daar iets van leert. Dus daar is Arnon Grunberg heel serieus mee bezig. Maar die gaat wat zeggen. Desanne van Brederode, filosoof, ethicus. Dan Pim Hazelager, die is eigenlijk neurowetenschapper en ook filosoof. Er zijn dus. En Victor Lamme natuurlijk, die neuromarketing doet. Dus hoe kan je een miljoenencampagne misschien van tevoren voorspellen dat die goed werkt door alvast MRI te gaan gebruiken? Het is best een grote business, dat hè? Het is een enorme business, ja. En dat. Ook dat is weer heel erg omstreden. Want de ene zegt, het is een enorme vet. Het is echt gewoon niet echt en het is een beetje gelul. En de andere zegt, nee, we hebben bewijs. En zij zeggen dat natuurlijk sowieso. Maar even, we hebben bewijs dat het ook echt voor goede voorspellende waarde heeft. En ooit was het weer natuurlijk ook niet te voorspellen. Maar nu wel een beetje. Ja, wel beter. Gelukkig ook vaak nog niet. Oké, man, hartstikke bedankt. En ontzettend interessant onderwerp. En we volgen het. En we blijven het volgen, zou ik willen zeggen. Leuk. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Je weet het, complete archieven. 3 jaar bijna van topnames kun je terugkijken. Wanneer doen we nou dat driejarig feestje? Ja, ik denk dat dat 1 juli wordt. Oké. Dan ben jij weer terug uit Brazilië. Dan ben ik terug uit Brazilië. En eigenlijk begin juni zijn we begonnen, maar dat maakt niet zoveel uit wanneer het precies het feestje is, toch? Maar ik denk dat het 1 juli wordt, waar we het nu over hebben. Oké, dus zet dat in je agenda. En kijk de uitzendingen terug. En volgende week dinsdag zijn we hier weer. We vertrekken niet zonder Streamzilla uit Groningen te bedanken, die ervoor zorgde dat deze stream bij je thuis kwam. Dankjewel. Dag. Dus ze verwachten zo dat de aftrap willen laten.